Ik heet u van harte welkom bij Glimpse of Fashion in dit atelier van hoedenontwerpster Herma de Jong en modeontwerpster Sonja Smal hier. Mijn naam is Harmke Pijpers. Ik ben vriendin en ik ben fan en ik ben klant van Herma. En zij heeft mij gevraagd om vanmiddag niet de boel aan elkaar te praten, want dat doen we uitdrukkelijk niet tijdens de show, maar om u vooraf het een en ander te vertellen. Ik ken Herma de Jong al een tijdje en ik ken haar hoeden al veel langer. Want die komen dus regelmatig voorbij, zoals u weet, op onbekende en ook vooral bekende hoofden. En dan denk je, oh, dat zal wel eentje van Herma zijn. Leden van de koninklijke familie, het koninklijk huis. En de damesleden van de Eerste en Tweede Kamer vooral. Herma deed eerst even wat geschiedenis, hè. Deed alweer enige tijd geleden de volledige modeopleiding, maar wist toen ze daaraan begon al heel zeker dat ze zich op de hoede wilde storten. Ze is ooit begonnen in het atelier aan het Vondelpark bij de heren Knoppes en Vos. Ze werkte destijds onder andere voor Edgar Vos. Herma zit inmiddels 27 jaar in het vak en een maand geleden werd ze gekozen tot ontwerpster van de mooiste hoed op Prinsjesdag. Dat is waarschijnlijk niet ontgaan. En alweer helemaal terecht. Herma vindt dan ook dat iedere vrouw deze winter een hoed moet dragen. Goed, voor we aan Herma's hoeden toe zijn, krijgen we nog een heleboel andere fraaie creaties te zien. Want Herma heeft zich deze middag verzekerd van uiterst fantastische gastexposanten. Allemaal goede designers, die er, hoe individualistisch ook zijn, toch plezier in scheppen om elkaar op te zoeken en elkaar te inspireren. Zij bieden u vanmiddag samen een blik op hoe het volgend seizoen eruit gaat zien. We beginnen zo dadelijk met werk van modeontwerpster Sonja Smal hier, die hier, dat begrijpt u, niet de gast is. Maar voor haar is het een thuiswedstrijd, want zij heeft haar atelier op de eerste verdieping van dit pand. Zij ontwerpt en maakt kleding vooral geïnspireerd door de klant, dus maatwerk. Maar daarnaast is ze ook bezig met een, zoals ze zelf zegt, bescheiden prêt-à-porter collectie. Daar krijgen we wat dingen van te zien. Sonja heeft de modeacademie in Breda gedaan. Is daarna naar Maastricht gegaan, want wilde uitdrukkelijk kunst en mode combineren. Ze ontwikkelt regelmatig ook collecties voor andere ontwerpers. Dat gaat dan zo dat bijvoorbeeld de heren Victor en Rolf met een vaag idee iets over een waaier komen ze bij haar aan en dan moet dat vertaald worden in kleding. Er is ook nog wel een schetsje bij, maar het vraagt veel vakmanschap om daar uiteindelijk iets van te maken. U krijgt 12 unieke stukken te zien, waarbij gebruik is gemaakt van stof. Dat wil zeggen beschilderde zijde stoffen. Dat beschilderen is, zo vertelde ze mij, een kwestie van action painting. Ik vroeg bezorgd, hoe bedoelt u dat nou? Toen zei ze, nou, een kwestie van spetter, de spetter, de spetter. Ik zei, ja, maar behoudt de stof dan die kleur? Ja, want na een stoomproces van ongeveer 2 uur zijn die kleuren gefixeerd. En de bezorgde huisvrouw in mij kan gerust zijn, want je kunt ze wassen. Na het werk van Sonja Smal hier is het de beurt aan Gino McGillivray. Zijn naam verraadt al dat hij bijvoorbeeld Schotse roots heeft, maar hij is verder Nederlander en heeft ook Indonesische roots. Hij heeft jaren in het modevak gezeten, daar had hij veel plezier in, maar uiteindelijk is hij begonnen met Tailors International. Daarin is hij gespecialiseerd, Italiaanse hoogwaardige maatkostuums. Hij gaat ieder jaar naar Italië, koopt daar stoffen, knopen, van alles, al die details die zo ongelooflijk belangrijk zijn. Die stoffen zijn bijvoorbeeld van Ermenegildo Zegna, prachtig naam, Cerruti, Loro Piana, Dormuy en Vital Barberis. En van die prachtige stoffen worden pakken gemaakt voor vooral mannen met een maatje meer. Kijk maar even rond, maar iedereen kan niet bij zijn trekken komen. ook krijgen we te zien. Ik keek naar niemand speciaal. Barley herenschoenen. Dat is ook iets heel bijzonders van Jeroen van Schermburg. Schoenen die je zelf kunt ontwerpen. Dat wil zeggen, je krijgt een touchscreen met daarop een vrij klassieke schoen. Ik heb daar nu zicht op. En dan kun je allerlei gedeelten van die schoen aanraken. En dan verandert dat in rood leren en een andere veter en weet ik van wat af. En dan zien ze er opeens niet zo klassiek meer uit. Heel opwindend, fantastisch, heel erg leuk. Leuke bezigheid om s'avonds met uw vrouw, vriend of vriendin op de bank schoenen samen te stellen. Er worden ook brillen en zonnebrillen geshowt van de al ruim 35 jaar in Baarn gevestigde optiekzaak Iris Brillen. Eigenaar Hans Hondeveld die koopt zijn exclusieve brillen op grote internationale beurzen in Milaan, Parijs en New York. En bovendien ontwerpt hij heel veel monturen zelf. Exclusieve handgemaakte brillen worden dat dus van bijvoorbeeld buffelhoorn of van hout. En bovendien lanceert hij vanmiddag als eerste in Nederland het prestigieuze merk Maybach. Merk Maybach staat te boek als het allerhoogste niveau in kwaliteit
van materialen in afwerking, zowel in auto's en lederwaren, als brillen en zonnebrilmonturen. Er zijn ook gouden brilmonturen met daarin edelstenen verwerkt. Prijzen mocht ik niet noemen, maar u begrijpt, lang niet alle brillen zijn kostbaar, maar sommige zijn dat dus nadrukkelijk wel. Maar er is in deze collectie van voor ieder wat wils. Bovendien kan ik u vertellen dat er tijdens de show 3 Prada zonnebrillen worden uitgedeeld. Dat gebeurt door de modellen zelf, dus kijk lief en geïnteresseerd. En wie weet gaat u met een mooie bril vanmiddag naar huis. Rest mij u te vertellen dat Ici Paris voor iedere bezoeker een echte goodie bag gesponsord heeft. Waarvoor dank. Dank ook aan een andere sponsor van Landschot Bankiers, die met hun bijdrage deze bijzondere middag mede mogelijk maken. Hoog tijd voor de show. Tot vanochtend is er nog gewerkt aan knoopjes en naadjes en zoompjes. En er moest nog geperst en gestoomd. Nou ja, of je nou op de eerste rij in Londen of Parijs of in Baren zit, het is allemaal hetzelfde. Het begint ook altijd te laat, maar het wordt leuk. Ik ben net zo nieuwsgierig als u. Laat maar zien dat moois.